Welkom bij de WTCB webinars. Omdat het tijdelijk onmogelijk is om onze trainingen persoonlijk te geven, bieden wij online sessies aan. Deze sessie gaat over BIM in een project en meer in het bijzonder over de verschillende BIM-documenten die hierbij aan bod komen. Het kader is binnen een reeks webinars rond BIM, waarbij in de eerste sessies de focus ligt op de definitie en het begrijpen van BIM, om nadien dieper in te gaan op de specifieke thema's binnen een project. In deze webinar worden enkele BIM-documenten die gebruikt worden bij een project besproken. Een aantal van deze documenten wordt in de volgende webinars, namelijk delen 6 tot en met 8, verder uitgelegd. Maar hier wordt alvast het kader of een overzicht geschetst die een eerste idee geven over de inhoud en de waarde van deze documenten. In deze sessie gaan we 4 documenten bespreken. Het BIM-visiedocument, het BIM-protocol, het BIM-uitvoeringsplan en de BIM-modelleerrichtlijnen. De verschillende documenten zullen in een overzicht gegoten worden aan de hand van de verschillende bouwfases doorheen een project. Bij een project komen verschillende partijen aan bod. Een van de belangrijkste kenmerken van BIM is samenwerking tussen deze verschillende partijen. Om tot een goede samenwerking te komen, is het belangrijk om goede afspraken te maken en elkaars doelen en verwachtingen te kennen. Deze afspraken, doelen en verwachtingen worden per project gebundeld en neergeschreven in documenten. Aangezien het hier gaat over BIM-gerelateerde afspraken, spreken we hier ook over BIM-gerelateerde documenten. De persoon of de partij waarbij het project begint, is de opdrachtgever. Het is natuurlijk belangrijk dat naast zijn wensen voor het project zelf, hij ook zijn wensen of eisen meedeelt op gebied van BIM. Deze worden gebundeld in het BIM-visiedocument. Dat is een projectspecifiek document waarin dus de verwachtingen en de vereisten van de opdrachtgever omtrent BIM neergeschreven worden. De opdrachtgever stelt dus dit document op en alle andere projectpartners moeten hiermee rekening houden. In een volgende stap worden de projectpartners, of enkele, geselecteerd of gekozen. Bij een traditionele contractvorm, dat wil zeggen een contractvorm waarbij het ontwerp en de uitvoering afzonderlijk en elk op een ander tijdstip aanbesteed worden, gaat dit bijvoorbeeld over de leden van het ontwerpteam. Bij een geïntegreerde contractvorm, of een contractvorm waarbij het ontwerp en de uitvoering tezamen en op hetzelfde ogenblik geheel of gedeeltelijk uitbesteed worden aan het projectteam, kan dit alle betrokken partijen zijn of enkele hiervan. Maar los van het type contractvorm moeten er tussen alle betrokken partijen afspraken rond BIM gemaakt worden, zodat er een kwalitatief project wordt opgeleverd dat voldoet aan de eisen van de opdrachtgever. Aangezien de projectpartners op voorhand dienen te weten wat er van hen verwacht wordt en wat hun verantwoordelijkheden zijn op gebied van BIM, worden deze afspraken in het begin van het project gemaakt en gebundeld in het BIM-protocol. Het BIM-protocol is dus een contractueel document dat afspraken en verwachtingen rond BIM bevat. Binnen een bepaald bouwproject legt dit document dus onder andere vast wie verantwoordelijk is voor welke informatie en wanneer deze informatie aangeleverd dient te worden. Het spreekt dus voor zich dat deze afspraken voor alle betrokken partijen gelden. Het BIM-protocol wordt opgesteld door de reeds gekende projectpartners. Dit kan verschillen naar gelang het contracttype. Partijen die later aan bod zouden komen, kunnen eventueel wijzigingen hierin laten doorvoeren. Om enerzijds bouwprofessionelen te helpen bij het opstellen van een dergelijk document, en anderzijds om enige uniformiteit te krijgen over de verschillende projecten heen, hebben we het Belgisch BIM-protocol opgesteld. Hier wordt dieper op ingegaan in een volgende webinar. Bij het BIM-protocol, dat de algemene afspraken en verantwoordelijkheden beschrijft, hoort het BIM-uitvoeringsplan. Het BIM-uitvoeringsplan is een contractueel document ter aanvulling op het BIM-protocol dat omschrijft hoe de afspraken van dat BIM-protocol in de praktijk uitgevoerd worden. Deze afspraken zullen regelmatig wat wijzigen doorheen het project, waardoor dit document evolutief is. Alle projectpartners kunnen dus input leveren en moeten eveneens hieraan voldoen. Analoog aan het Belgische BIM-protocol hebben we ook een Belgisch BIM-uitvoeringsplan opgesteld. Ook hier wordt in een van de volgende webinars dieper op ingegaan. Er dienen ook afspraken gemaakt te worden rond hoe de bouwinformatiemodellen dienen opgebouwd te worden. Deze afspraken worden ook wel BIM-modelleerafspraken genoemd.
Deze kunnen omschreven worden in het BIM-uitvoeringsplan of men kan in het BIM-uitvoeringsplan verwijzen naar bestaande documenten, zoals bijvoorbeeld de BIM-modelleerrichtlijnen, een document dat opgesteld wordt door het WTCB. Hier volgt een korte samenvatting van deze webinar. Het is belangrijk om vooraf afspraken te maken rond het BIM-proces, zodat de verschillende projectpartners weten wat van hen verwacht wordt. Deze worden neergeschreven in het BIM-protocol. Afspraken zorgen voor een kwalitatief project dat voldoet aan de eisen van de opdrachtgever omtrent BIM. Deze eisen worden omschreven in het BIM-visiedocument. Het BIM-protocol dient natuurlijk rekening te houden met dit BIM-visiedocument. Het BIM-protocol bevat de algemene afspraken en omschrijft de algemene verantwoordelijkheden voor het project op het gebied van BIM. Hoe deze afspraken in de praktijk zullen uitgevoerd worden, wordt beschreven in het BIM-uitvoeringsplan. Dit document vormt een aanvulling op het BIM-protocol en is een evolutief document. Het BIM-uitvoeringsplan kan verwijzen naar algemene BIM-modelleerrichtlijnen die beschrijven hoe een BIM-model dient opgebouwd te worden. We nodigen u ook uit om onze andere modules te raadplegen. Voor meer informatie kan u ook terecht op onze website bimportal.be. Tot binnenkort!